Het is toch ongeveer 2, 3 of 4% van je opbrengst, zeg maar, van je bezomming. Maar over het algemeen dan ga je ze misvissen, want er is eigenlijk wel veel rog. Maar je probeert zoveel mogelijk de plekken waar je ze vangt om die mist om daar niet te gaan vissen, zeg maar. Ja, ik vind de maatregelen die er zijn, die zijn wel goed. Vooral de lengtebepalingen. En dat gaat dan natuurlijk ook over de prijsval die je zou krijgen. Want ze zijn in principe al niet veel waard. En als je dan ook nog te klein aan zou voeren, en geef ze maar de kans om groter te worden. En dat er misschien toch weer een markt voor komt. Dat het iets beter wordt allemaal weer. Het is als je te veel aanvoert, als dat afgesproken is binnen de quotacommissie, zeg maar. Wat ik trouwens een heel nuttig orgaan vind, die dat allemaal reguleert. Dan vind ik dat een goede zaak. Dat is trouwens niet alleen in België zo, maar dat gebeurt ook in Nederland. Ja, ik vind het in principe prima zo, want dat je al plekken moet gaan mijden om de rog te mijden, zeg maar. Ja, dan hoeven er voor mij niet meer maatregelen te komen.